Dit is een gloednieuwe video. Ik zit hier in Costa Rica. Ik heb hier een leuk dingetje voor me. Namelijk een rivier. Een soort waterrivier met allemaal leuke visjes. Ik heb er een paar gevangen brood. Een visje, een tilapje en een piranha-achtig beest. Ja, maar dat trilt een beetje. Ik heb geen idee waarom. En het is heel simpel allemaal hier. Ik gebruik mijn helemaal niet eens. Dan leg ik gewoon hier neer. Ik zit in een boot. Kijk eens, gewoon simpelweg. Alleen dit. Een broodje. Ik ga eventjes wat voor je proberen te vangen. De truc is bij kleine visjes. Dat weet iedereen waarschijnlijk. Ze zijn niet zo groot. Dat je hem alleen lekker op het puntje prikt. Op deze manier. Zo haak je ze allemaal bij het sier in. En dan maakt niet uit hoe groot je haak is. Misschien heb ik inderdaad te grote haken meegenomen voor deze visjes. Zijn dit formaat een beetje. Ik ga hem nu zelf proberen te laten zien. Maar jullie zien het niet. Ik ga hem gewoon insmijten. Ja, dit is gewoon de manier hoe vakantievissen werkt. Super simpel. Hengeltje ingooien. Wachten tot er een visje bijt en dan haal je hem eruit. Ja, heb eens. Jongens, ik heb er één. Zien jullie het eigenlijk wel? Vis. Mij is weer een tilapiaatje. Die had ik al eerder gevangen. Ik probeer even alles voor de camera te doen. Beetje lastig. Hij zit scheef. Het zijn allemaal stekels. Een kleinere versie van degene die ik eerder heb gevangen. En nou ja, ik ga hem even onthaken en dan gaat hij weer terug. Ja, ik heb er ook één. Hetzelfde soortje weer. Dit is toch leuk. Vakantie op zijn best. Deze zijn groter dan die andere, jongens. Jongens, vakantie op zijn best. Heel klein visje. En toch is het leuk. Toch. Deze visjes gaan zo krom staan als je vast hebt. Ja. Trofee. Ja. Oeh. Hij heeft stekels aan de onderkant en aan de bovenkant. Ik moet hem even andersom doen voor de foto. En de rug. Er zitten heel veel grootte, maar die pak je aas niet. Die zit ook heel veel daarachter. Ja, mag ik nog een keer een duik ook. Oh, wife aanbeet. Oh, kut. Pak hem. Oh, dit is een andere vis. Die was er voor. Leuk toch. Weer vanzelfde. Ik dacht dat de puffervis hem pakte. Ja, maar dat was niet zo. Nou ja, en toen kwam er nog een ander. Kwam dit visje ervoor? Kijk. Ik dacht dat zo'n pufferfisje hem pakte. Maar deze was voor. Nee, dat is wel. Want ik wil een pufferfis. Oh, hij laat een keihard vallen. Nou, jongens, camera view. Boep, zelfde soort. Het water en het terug. We gaan hem pakken. Hebbes. Bam. Oh jee. Wow, die is sterk. Oh, ik heb hem leuk toch? Weer dezelfde. Zo'n sportvisie. Zo. Nu die haak er fucking uit. Hier uit Loos Huis, dat is makkelijk. Vakanties weer. Kan je terug? Ja. Weer een viewtje. Doei. Zo. Maar deze is echt best wel sterk. Ja, puffervis. Ja, puffervis. Puffervis. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij. Puffervis. 2 in 1. Gaat nog niet. Ja! Ja! Zie? Haha, dat is grappig. Zag je niet het? En dan tuk. En dan laat je ze op. Wow. Zo, nu wordt het spastisch. Het is echt leuk, jongen, zo'n puffvis. Nou, jongen, doe het nog één keer, alsjeblieft. Tuk. Top, een ander doet het ook. Jij net ook. Wow. Mag niet vallen. Auw! Hij bijt in mijn vinger! Kijk dan! Hij heeft... Daar gaat hij!
blijf, blijf. Zwem! Auw! Kijk, kijk, kijk. Zie je dat mandje? Auw! Hij heeft een pufferfish in mijn vinger gegeten. Oh, nee. Die kunnen hard bijten, gek. Ik ben wel. Oh nee, serieus, kijk dan. Er zit een mondje in mijn vinger. Wat een rondje van het mondje van het pufferfish. Holy shit, dit blijft toch maar een dag staan, hoop ik. Het lijkt alsof ik door een tape ben gebeten zo, joh. Oh, wat tyfus. Auw! Dus, haak er ook pufferfish op de aardbol! Woep woep. We wisten dat hij agressief was, want toen hij de kunstaars erbij gooide. Ja, toen pak je hem de kunstaars op even groot. Nu weten we, hij is echt heel agressief. Tyfus. Pufferfish bijt in vingers, een mooie titel. Gaat fout. Vissen gaat fout. What the fuck? Joepie, weer dezelfde. Deze is iets. Ja. Klein slagje groter. Heel. Oh. Lijn aan de kant. Gastief, op met je gedraaien. Kijk eens, hup. Gewoon zo. Nou, daar is er een. Hier, zo. Dat is een tolipas, kun je zo. Het is wel dik trouwens. Ja. Kijk, hier. Dit is een normale, zeg maar. Okay. Zoiets is oh, hij is zwanger. Volgens mij. Poep, poep, kuitjes. Weer een kuit. We hebben trouwens allemaal een zetje gedaan, dat is niks. Ja, hij gaat zelf. Ah, vond jij nu een puffvis? Ik ga hier in het water staan. Oh nee, wacht, dan zijn al de vissen weg. Oké, okay, leuk. Nou jongens. Ik wil heel graag een pufferfish vangen. Ja, ik niet. Ik ben dat er heb ik nog nooit. Ja, hij heeft er al 3 gevangen. In mijn leven. Ik nog maar niet hoor. Iedereen heeft er wat. Moet je hem boven water wat voeren? Nee, ik vind. Spaar is toe volgens mij. Hetzelfde verhaal. Kijk, kijk. Kijk, kijk. Ik heb een pufferfish, eindelijk. Het eerste is even, hij gaat opblazen. Oh, tuk, 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 tuk. Zie? Dat ziet er zo lollig uit. Pufferfish, belly. Ah, hij is weer terug. Pufferfishje. Ja, leuk. Pak hem vast. Ja. Niet als hij zich gaat opblazen. Wil je wel een foto mee, hè? Ja. Ja, als je opblaast, dan is het nog goed vastpakken. Pak vast. Wat kan niet doen? Leuk de haken. Oh, hij is echt blubby. Hij kan... Oh, pas op. Laat hem opblazen. Laat hem opblazen. Oh, kut. Pak hem. Wow, wat doet hij? Oh, dood. Finn, pak hem vast. Leuk de haken eruit. Oké, laat hem even opblazen. Rustig even in je hand leggen. Pufferfish die is oh, tyfus. Oh, tyfus. Zijn bubbel doet pijn, gek. Kijk eens, daar gaat hij. Gek. Vind? Nu pak mijn telefoon. Nu pak mijn telefoon. Nee, ik heb die voor mij ook. Ik zie hem wel door. Kevin. En nu even omdraaien. Oké, hou hem even zo vast. Zo doet hij pijn. Zo, pijn. Pufferfishje. Ah, man, kijk, nu blijft hij drijven. Dat is echt grappig. Ja, maar gewoon. Wow. Kijk, hè? Dat is goed, doei. Oh. Hij ligt. Hij liet zich puffers meteen. Yes, ik heb een pufferfish. Volgende vis. Dit was de video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Maar in ieder geval wel. Pufferfish zijn officieel kutbeesten. Nee, man. Die zijn leuk. Ik vind het kutbeesten. Maar het gaat goed met mij. Je ziet al mijn dingen. Ik weet niet trouwens meer welke hand ik ben gebeten. Maar goed. Hij is al helemaal weg. Ze zijn niet giftig. Ze kunnen niks doen. Nee, precies. 2 kleine tandjes. En jullie hebben hard gelachen waarschijnlijk, dus was leuk. Ja. Maar ik zag dat we 40 abonnees hebben gehaald. Feestje! Joep, joep. Hey. Ik zag het even, dus even bedankt daarvoor. Kansie even feesten. Joepie. Hey. Ja, gaan we nog met een handlijntje vissen op een boot. Yep. Als we niks vangen, dan komt er geen video online, maar we gaan waarschijnlijk wel wat vangen. Dus, jullie zien de video met vanzelf. Met kanaaltjes. Haartje op de lens. Haar op de lens. Zagen jullie hem? Ik hoop het niet. Maar we gaan nog even lekker zo vissen. Ja. En,
Zien jullie bij de volgende video. Doei!